Goedemorgen, goedemorgen allemaal. Ik heb hier even nog een aanvulling op mijn video van gisteren over luie gedachten. Daarom kom ik nog even hier, spring ik nog even live hier in de groep, omdat er toch nog wel een aantal dingen zijn die ik vergeten ben te vermelden en die ook wel horen onder de categorie van luie gedachten en die ons echt wel serieus ook in de weg kunnen zitten. Hè. Dus hier zijn ze. Ten eerste, het zijn niet alleen onze gedachten over wat er in onze eigen realiteit bezig is. Hè. Dat we daar onze aandacht naartoe blijven brengen, omdat dat nu eenmaal elke dag in our face aanwezig is. Hè. Dat is, ja, dat is een heel gemakkelijke reactie om daar onze focus op te leggen. Het zijn ook overtuigingen bijvoorbeeld die we als kind hebben meegekregen. Overtuigingen over onszelf, over onze eigen waarden, over hoe de wereld in elkaar zit, over wat er hoort te zijn en wat er niet hoort te zijn, hoe je hoort te gedragen, allemaal van die toestanden die we met de beste bedoelingen van ouders, leerkrachten, wie dan ook hebben meegekregen, maar die daarom niet hoeven te kloppen en die ons meestal niet dienen. Dus het is ook heel belangrijk om eens echt te gaan voelen. Wat ik nu geloof over mezelf, klopt dat eigenlijk wel? Hè? Het is niet omdat iemand mij heeft gezegd dat ik niet goed genoeg ben om iets te doen. Of ik bijvoorbeeld niet genoeg diploma's heb om mijn eigen zaak te beginnen. Of dat ik niet genoeg kennis of ervaring heb om een winkel of een onderneming te starten. Dat is maar de mening van iemand anders. Hè? Dus laat de mening van anderen niet jou overtuigingen en gedachten bepalen. En andere mensen kunnen soms heel overtuigend zijn, hè? Ik weet het, maar sta genoeg in je kracht en in je centrum om eens echt te gaan checken bij jezelf, ja, oké, die zegt dat nu wel, maar ja, klopt dat wel? Moet ik dat wel geloven? En dus dat is ook belangrijk om eens te gaan kijken. En hetzelfde wat dat is met wat we van de media oppikken. Wat de media ons allemaal probeert wijs te maken. Hè. Al de bijna subliminal boodschappen die we doorkrijgen in films, hoe we ons horen te gedragen, in relaties, in vriendschappen, in zaken doen. Het is zo subtiel, maar we krijgen een hele hoop programmatie door de media die ons onbewust kunnen beïnvloeden. Hè. Dus ga regelmatig eens terug bij jezelf checken hoe ik me nu gedraag hier in die situatie. Eigenlijk voel ik dat dat niet klopt voor mij. Ja, is dat wel nodig? Hè? Waar heb ik dat aangeleerd of opgepikt dat dit zo hoort te zijn? Kan ik er iets aan veranderen? Natuurlijk kan je er iets aan veranderen. Ik kan er altijd iets aan veranderen. Het allerbelangrijkste is dat het voor jou goed voelt. En dat het jou hoogste goed dient en het hoogste goed van alle betrokkenen. Hè? Je kan alles veranderen. Het is een tijd van zo'n grote verandering. Zo'n grote shift. Dus alles gaat sowieso veranderen. Ook onze interactie naar elkaar toe. Binnen relaties. In het zaken doen. Op school. In politiek. Yes, please. Alles gaat veranderen. Hè? Dus het is tijd om echt... Begin bij onszelf. Het is gewoon beginnen bij jezelf. Ga eens voelen hoe ik nu in het leven sta, hoe ik reageer op anderen, hoe anderen op mij reageren. Klopt dat eigenlijk wel allemaal? Voel ik me daar wel goed bij? Hè? En dan is het gewoon alles helder krijgen voor jezelf. Wat wil jij? Wat klopt er voor jou? En ook er durven naar handelen. Durven keuzes maken, durven afstand nemen van wat niet meer voor jou klopt. Want dat beïnvloedt allemaal jouw energie. En het is jouw eigen energie die de hoofdrol speelt in het manifesteren van jouw realiteit natuurlijk. Hè? En die energie wordt beïnvloed door heel veel zaken. En dus is het belangrijk dat we daar attent op zijn. Hè? Dus, oude overtuigingen over onszelf, over de wereld, hè? Boodschappen die we hebben meegekregen van onze jeugd, van in onze jeugd. Hè? Wat we van de media meekrijgen, wat we in boeken lezen, ook al zoiets, hè? Want we hebben vaak de neiging om alles wat geschreven en gepubliceerd is voor heilige waarheid aan te nemen. Hè. Nu, dat is ook maar één persoon, een mening van één persoon die dat heeft neergeschreven en die dat heeft laten publiceren. Dat hoeft ook niet te betekenen dat dat zo is. Hè.
Dus neem ook dat allemaal met een korreltje zout. En wees gewoon heel analytisch, zal ik zeggen. Gewoon voelen, voelen, voelen. Van, ja, oké, die schrijft dat nu wel, maar moet dat wel zo wel zijn? Hè? Dat resoneert niet met mij. Dus misschien is het voor mij wel anders. Hè? Hoef ik dit pad niet te volgen of deze richtlijnen niet te volgen? Of de waarheid van deze persoon niet zomaar aan te nemen? Hè? We mogen er echt op letten om niet meer blindelings alles zomaar als een spons op te nemen en voor waar aan te nemen wat we binnenkrijgen. Wat we via geschreven woord op tv, via andere mensen horen en zien. Dus het is tijd om echt heel zuiver in onze eigen helderheid, onze eigen waarheid te gaan staan. Hè. En dat vraagt natuurlijk meer focus en meer aandacht. Hè. Dan zijn we niet meer in de luie gedachten, die zomaar vanzelf ja, alles absorberen en doen maar verder doorgeven en naar handelen van wat ons wordt aangeleerd. Dat gaan we niet meer doen. Hè. Dat dient ons niet. Dat hoort niet bij de nieuwe tijd. Dat hoort niet bij de hogere versie van jezelf die jij wilt neerzetten. Dat past daar gewoon niet bij. Hè. Nog iets waar je kan op letten en waar je niet meer moet laten door beïnvloeden, zijn de statistieken. Hè. Vooral op ondernemersvlak en marketingtoestanden, bijvoorbeeld voor ondernemers onder jullie. De statistieken die zeggen van je moet zoveel duizenden e-mailadressen hebben om een minimum aantal klanten te kunnen krijgen. Hè? Om je minimaal inkomen te kunnen behalen. Dat is zo'n totale nonsens. Hè? Ook hier is jouw energie het allerbelangrijkste. En dan heb je maar een mailinglist van 50 mensen, wel, daar kan je een fantastisch inkomen uit creëren. Hè? Als jij dat doet vanuit jouw authenticiteit, vanuit de hogere versie van jezelf, vanuit de versie van de topondernemer die jij wilt zijn met een mega-impact en een mega-inkomen, dan heb jij geen duizenden adressen of mensen nodig om een goede start te maken, om je inkomen te verhogen of een groter impact te maken. Helemaal niet, hè. Dus het is, ik noem het altijd dan spirituele marketing en dat begint gewoon vanuit onze eigen energie. Dat is puur energie. En dat is energetisch contact maken met je klanten. En je kan dat ook doen bijvoorbeeld op vlak van gezondheid. Er zijn zoveel statistieken over onze gezondheid. Hè. En voor je het weet, is dat binnengesprongen van als je dat en dat en dat van gedrag hebt of van voedingspatroon hebt, ja, dan loop je groot risico op dat en dat en dat. Ja, of als je die leeftijd hebt, ja, dan is het de kans groot dat je dat en dat kan krijgen. Trap daar ook niet meer in. Hè. Ook dat zijn maar, ja, dat hoort bij de oude energie. Je hebt je eigen manifestatiekracht, je eigen creatiekracht op alle vlakken. Ook op fysiek vlak, hè? Ook op vlak van je gezondheid. Dus het hoeft allemaal echt niks te betekenen. Wat daarbij kan helpen, is lezen van succesverhalen. Er zijn een hoop boeken die zo van die mirakelverhalen vertellen. Dus dat is zo ondersteunend om jezelf, om je vertrouwen te versterken, dat alles mogelijk is en dat ja, wat de mensen uit de 3D vertellen, dat helemaal niks hoeft te betekenen. Hè. Je kan dat overstijgen door gewoon te letten op je eigen energie, door je eigen energie op te bouwen. En, oei, wacht. De opname is hier gepauzeerd. Oké. Okay. Ik weet niet hoe het hier loopt nu live, maar de opname was gepauzeerd. We zien wel. Oké. Okay. Anyway. Dus ja, dat allemaal hoort ook allemaal onder de noemer van ofwel luie gedachten ofwel actieve gedachten. Hè. Dus let daarop als je echt je leven een positieve wending wilt geven en ja, in een shift wil komen. Naar leukere ervaringen, naar een hogere versie van jezelf of van jouw onderneming. Let dan op je gedachten en laat je niet meer meeslepen zo door wat de wereld naar jou toe bombardeert. Oké? Voilà. Dit wou ik nog even als aanvulling brengen. En dan heel graag tot de volgende keer. Have a wonderful day. Dag!